leerrijk, maar ook leerrijk op het vlak van hoe met vrienden omgaan, hoe met leerkrachten omgaan. Maar ja, ook heel leerrijk, want ik heb hier Grieks gestudeerd, ik heb Latijn gestudeerd, ik heb wetenschap gestudeerd. Als ik moet zeggen, je wordt degelijk. Voor een heel betrouwbare, degelijke school. In het begin dacht ik zo, oh nee hè. Eens je ouder wordt en zo beseft je van, ja, dat is super makkelijk. En nu ik op je nieuws zit, is het, ja, is eigenlijk wel zo, oh, ik mis dat wel. We hebben 3 dochters en die hebben alle 3 dus hier in uniform. Nog snel ergens naartoe gaat, houden ze gewoon een uniform aan. Dat past erbij en ze schamen zich daar niet over. Ze zijn er 4 op. Ja, ik heb voor geneeskunde gekozen, omdat ik altijd sinds, ja, jongs af aan altijd zei ik wil dochter worden. Mm-hmm. Dan heb ik hier op het lyceum ook dat duidelijk gemaakt en heb ik gezegd van nee, ik stop met Grieks en Latijn, want ik wil mij voorbereiden op het ingangsexamen. En dan ben ik wetenschappen en wiskunde 8 uur gaan studeren. Die eerste weken, maanden van het 5e middelbaar, 8 uur wiskunde, ja, die waren niet altijd gemakkelijk. Er vielen ook soms studenten af. Hè? En ik denk dat u dat toch ook geleerd heeft om te volharden. Vroeger dacht over hoe gaan onze kinderen toch naar school gaan, want we werken allebei. En dus ze konden met de bus op 200 meter van thuis naar de school komen. Ja, en dan in de zomer kwamen ze 1 keer of 2 keer met de fiets, als het heel goed weer was.